Dennis, doen we nou niet. Staan blijven, ja! Heb je nog laatste woorden? Heb je nog laatste woorden? Ik laat je zeker niet levend! Ja, ik heb nog wel laatste woorden. Ik wil tegen mijn papi en mami zeggen dat ik van hen hou, oké? Oké, waren dat je laatste woorden? Sam, zie je dit? Dit is voor jou, oké? Dennis, kind aan! Waar blijven jullie twee? Dennis? Volgens mij hebben we bezoek. Jongens, wie is dat? Het is een agent. En hij is het wapen. Tommy, doe de poort los. Tommy, doe de poort los. Maar deze schat agent hier. Hier, agent. Kom maar door. Wie ben jij? Hoe kijk uit, hoor? Wat is dit? Je bent gestuurd door een andere stad. Wie ben jij nou weer? Hoe heb jij een wapen? Daar gaat je niks aan. Kind, heb jij hem geroepen? Hoort hij bij jou? Nee, zeker niet, Dennis. Ik weet niet wie dit is. Tommy is sowieso aan. Hou jullie wapens gereed, oké? Ja, dat is wel. Je ziet eruit als een agent of zo. Je komt via een andere stad. Waar heb je het over? We hebben jullie allebei aanhouden voor wat jullie hebben gedaan. Aanhouden? Maar aanhouden? We hadden een oorlog. Wat hij was begonnen, oké? Een prankoorlog. Wij hebben hier niks mee te maken. Toch, Tommy? Inderdaad. Nou, je mag het kind wel aanhouden, maar Dennis niet. Oké, dan Tommy. De rechter zal erover besluiten. Niet met me meekomen. Zoe? Mag mij ook mee? Maar we zijn met meerdere. Inderdaad, wij zijn in de meerderheid. Oké, rustig, we gaan wel mee. Jongens, wapens weg. Oké. Het komt wel goed, Dennis. Kom met je mee. Wat is die? Ik heb een kind. Doe ons niks. Nu meekomen jullie. De poort is los. Oké, jongens, doe ons niks. Welkom terug in Goudstad, de beste Minecraft survival wereld, samen met mijn vrienden. In de vorige video hebben wij het kind in een geheime val gelokt. Alleen vandaag moeten wij naar de rechtbank. Nou ja, druk op een duimpje omhoog, want bij de 3000 duimpjes komt er meer Minecraft survival. Waar staat het goed voor? Stoppen, oké. We lopen al door. Oké. Rustig, we lopen al door. Moeten we hier doorheen? Moeten we misschien hier ook weer doorheen? Oké, wat is dat voor plek? Ik weet het ook niet. Goedendag iedereen. Iedereen in het publiek zit hem graag. Het is goed, meneer de rechter. Waar moeten wij? Jullie zitten vooraan. Oké, ik ga hier zitten. Goedendag iedereen, welkom bij deze rechtszaak. Wacht, wie bent u? Ik ben de rechter. De rechter? Jazeker. Wacht even. Ja, inderdaad. Meneer de rechter, mag ik even wat dingen vragen? Vertel het eens, wel ernaar zitten, hè? Ja, rechter, maar hier zie ik u beter, oké? Oké, vertel het eens. Is dit een rechtbank? Jazeker, dit is een rechtbank. Alleen, meestal kom je daar toch als je slechte dingen hebt gedaan, meneer de rechter. Inderdaad, wat jullie ook hebben gedaan. Ik ben nog maar een kind. Jullie hebben hele slechte dingen gedaan. Waar komt u eigenlijk vandaan? Want dit is onze Minecraft-survival-wereld. En ik ben hier naartoe gestuurd. Is er nou nog een stad? Want ik kreeg te horen dat hier hele illegale dingen zijn gebeurd. Je wil zeggen dat er nog een stad is in deze Minecraft-survival-wereld? Oh ja, zeker. Maar daar praat ik niet meer verder over, oké? Hoeveel steden zijn er wel niet? Wat? Daar praat je niet over, maar... Nee, zeker niet. Ik ga het nu hebben over deze rechtszaak. Wacht, welke rechtszaak? Waar heb je het over? Ik heb mezelf hier naartoe gestuurd, oké? Ik ben net op het punt om een zwaard te gebruiken op iemand, oké? En diegene weet zeker wel wie het is. Oké, Dennis, nu meteen zitten jij. Ja, meneer de rechter. Dan gaat de rechtszaak beginnen. De rechtszaak? Jazeker. De rechtszaak tegen wie? Want jullie, Dennis en het kind, hebben iets zwaar illegaals gedaan, oké? Illegaals? Jazeker. Hij begon! Jullie zijn een prankoorlog gestart. Dat mag natuurlijk niet, hè? Hij liet me niet uitnodigen in deze survival, oké? Dus hij begon ermee. Oké. Tot een prankoorlog beginnen. Jullie kunnen straks jullie argumenten gebruiken. Maar rechter, hebben ze niet recht op een advocaat of zo? Inderdaad, nee. Oh, jazeker. Ja, ze hebben een advocaat. Hebben jullie een advocaat? Is er hier?
Is hier iemand die iets weet van advocaten? Ja. Ik niet. Ik is Zoe zit hier, oké? Okay? Is goed. Advocaat Zoe, oké. Luister, meneer de rechter. We begonnen allemaal al een tijd geleden, oké. Toen we Goudstad hadden opgericht, ons vredige dorpje. In Goudstad wouden we vrede hebben in een dorpje met al mijn vrienden. Toch Zoe, de advocaat? Inderdaad, wat mijn cliënt zegt. Inderdaad, het was al die tijd altijd gezellig en leuk. Totdat er op een dag alles fout ging. Pranks hier om je oren vliegen. Pranks daar om je oren vliegen. Ja, en daar zijn getuigen van. Zijn we erachter gekomen wie het was. Nadat de ruzie was ontstaan in de vriendengroep, meneer de rechter. Oké, wie was het dan? Het was het kind. Jazeker, deze kleine lilliputter hier zo. Ja, hij was het. Oké, geen ruzie maken, jullie twee. Staan blijven jij daar, oké? Nee, geen ruzie maken. Maar luister. Hij stuurt de agent op jullie af. Doe maar niet zo. Hij begon het, oké? Hij begon de prankoorlog. Ja, en toen moesten wij ons steeds beter beschermen. En zo ontstond het Goudstad kasteel tegen Snoepstad. Maar hij is de oprichter en aansticht, oké? Dat is deze hier zo. Jazeker, want Goudstad is veel cooler. Ga weg, Dennis. Vertel. Wacht maar tot ik het tegen je mami en papi vertel, oké? Die gaan me gewoon geloven. Wat is jouw tegenargument? Ik zit nog steeds vol. Oké, zoiets zitten, kom. Nou, oké. Ja, ga maar staan, hè? Ga maar staan. Vertel het eens. Boven de tafel, Sjuit. Deze survival en, nou, wij konden namelijk best wel goed met elkaar opschieten. Ook al roosten wij elkaar altijd. Maar hij nodigde me niet uit, oké? Oké. En daar werd ik een beetje boos over. En dat kon ik niet accepteren, dus ik blies zijn huis op. En ik prankte zijn andere vrienden. Hoor je dat, meneer de rechter? Hij blies mijn huis op. Dus ik hoor dat het kind was begonnen met de prankoorlog. Ja, ja, hij was begonnen. Hij is schuldig. Hij is schuldig. Nee, jij bent begonnen, Dennis, oké? Kijk hoe agressief hij is, meneer de rechter. Stil graag. Geen ruzie meer, oké? Oh ja, ga je nu slachtoffer? Rechtszaak is alleen om te praten, niet om te vechten. En mijn huis is opgeblazen, ik heb nergens Ja, het is wel goed met jou, bla 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 bla. Ik hou het in gedachten, ik hou het in gedachten. Ja, heel erg zielig. Heel zielig. Meneer de rechter. Mijn huis opgeblazen. Nee, dat praat ik helemaal niet, ja. Jawel, met je piepstemmetje. Hou jullie zelf wel een beetje op plan, oké? Ja, Snoepstad is wel veel cooler, oké. Okay. Oh, het zal allemaal wel. Ga zitten jij. Goed. Okay. Inderdaad, zitten jullie twee. Maar snapt u het nu, meneer de rechter? Hij is de aanstichter, oké? Okay? Omdat het zo'n klein kind is. En hij gedraagt zich als een klein kind. Als een kleine baby, oké? Okay? Ja. Poepie Kakkie. Ik denk dat ik de zaken wel beter snap. En Romy Baartie, die zijn allemaal weggepest door hem, oké? Okay? Ja, want het zijn allemaal een stelletje losers. Die wat is dat naar arme kijkers? Hier, pak aan. Je hebt zelf een loser. Geen ruzie heb ik al gezegd. Ja, meneer de rechter. Meerdere malen zelfs. Ik hou buiten de wacht, meneer de rechter. Oké, ga maar buiten staan. Maar... Als jullie nog één keer ruzie houden, dan wordt jullie straf nog erger, kan ik je vertellen. Wacht. Meneer de rechter, ik heb een vraag. Vertel het eens. Nou, we houden deze rechtszaak eigenlijk wel, omdat u bent gestuurd voor deze rechtszaak. Alleen... Jazeker. Wat voor straf hangt eigenlijk boven ons hoofd voor een prankoorlog? Nou, een hele zware gevangenisstraf, kan ik je vertellen. Ik wil niet alweer in de gevangenis zitten, meneer. Wacht, gevangenisstraf? Een hele zware gevangenisstraf. Zonder grendel, oké? Zijn jullie in de stad? Jazeker, bij ons in de stad. Op brood en op water. Inderdaad. Op brood en water? Nee, waar moeten jullie op overleven dan? Dat is het enige dat je brood mag eten en water en verder niks. Dus geen lekkere appeltjes. En mijn vrienden mogen die er ook bij? Nee. Nee, natuurlijk niet. Je zit helemaal alleen. Nee, Sam. Zoe, in wat voor stad? Waar hebben ze het over? Wat is dat voor rare stad waar die man over praat? Ik weet het niet. Ik ken maar één stad. Of nou ja, twee nu, maar... Oké, vertel verder, meneer de rechter. We zullen stil zijn, oké? Oké, het kind. Ja, ik begin bij jou. Als ik even zo nadenk over wat je hebt verteld... Ja, je bent op zich wel onschuldig, vind ik. Wat? Alleen... Je krijgt nog steeds gevangenisstraf. Wel gelukkig, maar... Want je bent wel schuldig, vind ik. Hij wordt opgesloten! Dennis!
zal je lesje leren, klein jochie, klein ventje. Ja, kom maar, Dennis, je hebt de rechter net gehoord. Jij krijgt waarschijnlijk ook straf, oké? Helemaal niet, helemaal niet. Er is altijd één iemand schuldig en de ander is onschuldig. Let maar op toch, meneer maar de rechter. Maar Dennis, niet al te veel praatjes heb jij. Ja, meneer de rechter. Want jij gaat net zo goed ook in de gevangenis, oké? Wat? De zaak gesloten. Meneer de rechter, dat hij bijna zei dat hij de gevangenis in moet. Ja. Dennis, zaak gesloten. Ja, grap, Dennis. Dat een zaak gesloten. Tommy? Tommy? Ja, Dennis? Zaak gesloten? Jij bent de slimste hier. Wat houdt dat in? Zaak gesloten? Nou, dat de rechtszaak is afgelopen, Dennis. Ja, inderdaad. En dat alles wat de rechter heeft gezegd, dat ook gaat gebeuren. Moet ik naar de gevangenis? Zij en het kind gaan per direct naar de gevangenis. Nee, dat kan niet. Ik wil niet toch naar de gevangenis. Jazeker. Nee, nee. Dat kan ik zeker wel doen. Ik ben de rechter. Ik ben onschuldig. Ik wil mezelf alleen maar verdedigen doen. Okay. Jullie zijn beide niet onschuldig. Maar mijn vrienden dan? Moet ik afscheid nemen van ze? Jazeker. Dus zeg maar nu gedag tegen jullie geliefden en tegen jullie vrienden. Oké, Sab. Wat is hier allemaal aan de hand? Anna? Ja? Hoi, Anna. Oh, hey, Tommy. Je komt op een perfect moment binnenlopen. Ik moet afscheid nemen van je, oké? Afscheid? Hoezo? Ga je dood? Het was leuk om met jou in Goudstad te wonen, maar de rechter heeft bepaald. Ik moet naar de gevangenis. Naar de gevangenis? Gevangenis? Ja, toch gevangenis? Meneer de hoezo? Ik kon het je uitleggen, Anna. Inderdaad. Wat is hier aan de hand? Dennis gaat per direct naar de gevangenis. En hoezo, als ik mag vragen? Het is een prankoorlog die hij heeft uitgevoerd. Dat is zwaar illegaal. Wat heeft hij gedaan? Inderdaad. Wat heb ik helemaal nou, net zo goed Dennis als het kind. Dat is helemaal niet waar. Helemaal wel, ik ben de rechter. Goed, Anna. Ik kom vast wel vrij uit de gevangenis. Nou, daar gaan we voor zorgen, Dennis. Ik beslis wat er gebeurt. Sammy, het is altijd gezellig met jou. Goudstad, oké, jongens, kom hier in de cirkel. Jullie zijn wel op Goudstad. Jullie komen me toch wel bezoeken in de gevangenis. Ja, Dennis. Ja, natuurlijk. Wanneer dat mag, komen wij bij jou op. Ik beloof dat ik Goudstad goed zal beschermen. Zoek uit waar ik ben, oké, en waar ik zit en haal me eruit. Ja, is goed. Natuurlijk. Dan leven we je vrij, oké? Ik ga jullie missen, oké? Bij jou ook, Dennis. Bij jou ook, Dennis. Bij jou ook. Oké, genoeg gehuild. Dan kom je hierheen. Hier, Dennis. Neem een paar appeltjes mee. Voor de alleen brood en water. Veel sterkte, Dennis. Is goed. Ik heb allemaal waardevolle spullen, dan moet ik toch allemaal inleveren, oké? Okay? Let goed op het kasteel en op Goudstad. Komt goed, dat komt goed, Dennis. Ik zou opletten, kind. Doei, jongens. Doei, Dennis. Ga je missen? Ik ga je missen. Tot snel, Dennis. Tot snel, jongens. Kom mee, jongens. Gaan wij nu heen, meneer de rechter? Waar gaan wij nu heen? Jullie gaan rechtstreeks in de gevangenis in mijn stad, oké? Okay? Ja. Oké, meneer. Het is foutenboel, kind. Dat weet je ook. Dit is foutenboel. Nee, laten we gaan.